maar niet echt in het gebouw. Dus ik dacht, ik ga niet echt met het gebouw. En wij zijn er wel heen gekomen, dan komen we weer wel over. Hier. Jawel. Niet hier verder, maar daar is het van de deur gekomen. Oh ja, toen hoorde ik voor de baan. Maar goh, het is toch wel heel leuk. We moeten eens kijken hoe dat nou weer veranderd hè. Daar heb je in Arnhem zelf een flat staan aan de deur. Die bouwen dingen. Ja? Daar, helemaal achteraan. Nee, is dat niet? Nee. Ja, die hele hoge daar, dat bruin met dat aparte dakterras, dat is daar bij de gevangenis. In de mensen. Maar daarvoor hebben ze twee nieuwe blokken flats gebouwd. Of met de mensen zetten die eruit. Ja? Het lijkt wel een beetje op dat. Van de Valkhotel in Duiven. Ja, maar het staat nou niet zo ver van de afdruk. Ja, doordat je hoog staat, ga je weer anders zien. Ik zie daar zijn ze op een bouwen. Ja, ik ben daar achterop gekomen. Ik wil wel niet meer langs de bouwen. En dan mijn buffetje. Oh, die twee flatsen, die staan dus vlak bij de brand, hè? Ja, dat is de afzuiging, de afrit van de brug. Ja, ja. Nou, dat vlak akker is dit. Kijk eens, daar heb ik hier. Ah ja? Dus kunnen we gaan even kijken. Dan heb je de flatsen, die gaat aan. Ja, en dan de brug gaat weer. Is dat in alle vliegen huizen de grote ramen? Ja, die oude huizen zijn echt groot. Nee, toen. Nee, toen waren het de oude huizen. Ja, ja. En dan ik ben ook zeker in het water. Dat is precies, als je de straat naar de dijk loopt, precies pas op de weg. Ja, ik heb het wel geleden daar, want dat is niet zo heel veel. Dat is nog alleen daar voor de twee scholen. De zijdekast van de klas is dat. En dat is de kolen. Dat is de vast. Dat is de kolen. Kijk, daar. Dat is de kolen. Dat gaat en de... Daar zijn nog een stukje muren. Zo, dat is een heel stukje. Nee, want dan komt het ook al een beetje van de kant op de straat. Dat is dan wel wat gevoel. Ja, daar. Dat is al. Dat stukje is nog wel een stukje. Maar daarvoor heb je nu. Ja, dat is heel